Nadat de media, maar ook demissionair premier Mark Rutte 10 dagen lang stellig beweerde dat Alexei Navalny is vermoord door Vladimir Poetin, is er nu een grote wending in de zaak. Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime. En dit laat zien dat dit Rusland bereid is tot het uiterste te gaan. Dat de bruutheid eigenlijk geen grenzen kent. Ja, Flavio, jij hebt je vastgebeten in dit dossier. Wie was deze man? Die hoorden we net. Ja, dit is Kirill Budanov. Is een man van 38 jaar, een beroepsmilitair die in 2007 afstudeerde aan de militaire academie in Odessa in midden Oekraïne. Hij nam deel aan de Russisch-Oekraïnse oorlog in 2014. Is meerdere malen gewond geraakt. Had een soort heldenstatus in Oekraïne nog steeds overigens. Hij is nu het hoofd van de inlichtingendienst in Oekraïne. Er is een aanslag op zijn leven gepleegd met een mijn die te vroeg afging onder zijn auto. Zijn vrouw is vergiftigd. Het was 10 keer nog geprobeerd om hem te doden. Dus de man is geen fan van Rusland. He, dat weten we. Dus dat deze man eigenlijk voor alle camera's vertelt dat de dood nu is vastgesteld en dat het een bloedprop is en hij dat dus serieus neemt, is voor mij een hele waardevolle bron. Want hij is absoluut anti-Rusland, anti-Poetin. Ja. Maar is dus wel credible en geeft eigenlijk aan dat hij deze informatie serieus neemt. Dus moeten wij dat ook doen. Ja, want hij stelt vast dat het een bloedprop is geweest. Hoe komt hij aan die informatie? Die heeft hij van de Russische inlichtingendienst. Er is een lijkschouwing geweest. Natuurlijk kan je daaraan twijfelen. Er wordt overigens aan alles wat Rusland zegt getwijfeld. In principe is het altijd propaganda in de ogen van het Westen. Maar nogmaals, deze man heeft alle reden om te zeggen ik geloof het ook niet, maar hij neemt dit wel serieus. En neemt dus ook geen stelling in dat het niet zo zou zijn. Dus ik vind het een hele belangrijke bron. En het staat eigenlijk in schril contrast hoe de media, maar ook regeringsleiders zoals Joe Biden, die meteen zei het is Poetin die het gedaan heeft, Poetin heeft hem vermoord. Mark Rutte die zegt dat het Kremlin houdt Poetin verantwoordelijk. Er wordt eigenlijk meteen trial by media gepleegd, terwijl er nul bewijs is. En natuurlijk snap ik dat er een gedachte is dat het misschien zo zou kunnen zijn. Maar ik vind het vooral opvallend hoe de media zich gedraagt. En daarom sta ik hier ook vandaag niet als Rusland-deskundige, maar dat ben ik niet, maar in de hoedanigheid van hoofdredacteur, journalist. Waarbij ik kijk hoe de media zich de afgelopen tijd heeft gedragen sinds de dood van Navalny, 16 februari jongsleden. En daar zijn heel wat koppen van te zien. Die zien we als het goed is nu ook in beeld. En ja, eigenlijk is er een eenduidig geluid. Men hoeft eigenlijk geen onderzoek. Poetin is een dictator. Alles wijst erop. Poetin heeft bloed aan zijn handen. Alle berichten gaan één kant op. Het zijn opinieberichten, maar ook onderzoeksartikelen, analyses, waarbij er één verhaal is. Poetin heeft Navalny vermoord. We weten het eigenlijk al. Ja. Nou sta jij nooit zo vaak aan deze kant van de desk. Welkom. Waarom vind je dit nou zo'n belangrijk? Want het is ontzettend controversieel. Hè? Dus in twijfel trekken van het daderschap op de moord van Navalny. Waar vind je dit zo belangrijk? Nou, ik ben blij dat je deze vraag stelt. Want wij hadden het vanochtend op de redactie over dit onderwerp. Ten eerste, wie gaat het doen? Uiteindelijk heb ik besloten dat ik het dus ga doen. En de kop van Jut ben. Want kijk, op het moment dat je het hierover hebt, dan krijg je onherroepelijk de associatie dat je het voor Poetin opneemt. Dat is niet wat ik hier doe, hè? Waar ik het voor opneem is voor het vak journalistiek en voor de waarheid. Het gaat om waarheidsvinding. En op het moment dat er een gebeurtenis is, Navalny is overleden, God zij met hem, en ik vind het oprecht verschrikkelijk voor deze man. En ik leef ook mee met zijn familie en met hemzelf natuurlijk. Dus het is vreselijk wat er is gebeurd. De man zat in een gevangenis, zou voor corruptie vastzitten. Ook dat moeten we dan maar aannemen. Kan allemaal discussie over zijn. Maar zijn dood is niet bewezen een moord. En als dan de journalistiek, maar ook onze demissionaire premier in koor eigenlijk al sinds 16 februari roepen dat het een brute moord is,
dan gaat er iets mis in het vak wat wij hier uitoefenen. En dan vind ik dat wij hier een geluid moeten laten horen dat toch enige nuance en correctie aanbrengt. Daarmee zeggen we niet dat het geen moord is, maar we weten het niet. Dus je vindt het... het is eigenlijk wel een sterk verwijt naar de reguliere media. Absoluut, ja. Ik vind het zorgelijk dat zoveel kranten en tv-kanalen eigenlijk zich bewust of onbewust laten gebruiken om oorloghitserij te voeden. We stevenen af op een derde wereldoorlog. Mind you, het is een hele gevaarlijke tijd. Ja. Er worden oorlogsmachines in gang gezet. Wij moeten munitie gaan produceren. Straks over 5 jaar moeten er misschien Nederlandse jongens die kant op en komen we misschien wel met lijkzakken terug. Daar hebben we het hier over. Hè? Nou ja, je hebt kijk natuurlijk al zeker een punt ten aanzien ook van aanleiding van het eerste item waarin een rapport is geschreven en uit is gebracht vandaag, waar ook de media als dader wordt aangewezen conform toeslagenschandaal. Zie je daar een vergelijking? Ja, absoluut. Kijk, ik zeg het wel vaker. If you own the media, you own the minds. Het is een klassieker, maar het is waarheid als een koe, om maar even in agrarische termen uit te drukken. Je ziet het aan de kant van de nalatigheid. Dat is natuurlijk ernstig. Op het moment dat de media zijn rol niet oppakt, daar waar hij dat wel moet doen. Maar je ziet het ook bij de overijverigheid om mee te gaan in een narratief. We zagen het bij corona. Hoe de media zich heeft laten misbruiken om eigenlijk een overheidsverhaal te roeptoeteren. Ik heb daar met Pieter Klok wel eens over gesproken. Die zei ook van ja, dat was misschien niet goed. Dat soort inzichten beginnen nu langzaam te komen. Maar je ziet het op meerdere dossiers. Nord Stream, hetzelfde verhaal. Nord Stream 2. Iedereen wist al wie het gedaan had. Ze hebben nu het onderzoek gestopt. Ja, dat ze niet weten wie het gedaan heeft. Hoe legt dat? Uit, hoe zit dat nou, er was een aanslag gepleegd op de Nord Stream pijpleiding. Ja. Nou, meteen hetzelfde verhaal. Ook onze premier wist het allemaal weer heel goed te vertellen wie het allemaal had gedaan. Nou, ze weten nog steeds niet wie het heeft gedaan. Ja. Maar wel al meteen wat jij noemt trial by media. Ja. Nou ja, je zag het opblazen van de brug naar de Krim. Hetzelfde verhaal. Ja. Iedereen weet het altijd zo snel in de oorlogspropaganda. Ja. Maar laten we gewoon eens even het hoofd koel houden. En gewoon eens even rustig wachten tot wat echte feiten zijn. Ja, maar het is nog gekker. En een goed onderzoek uitvoeren. Want je zegt, we weten nog steeds niet wie het heeft gedaan. Formeel klopt dat. Maar Joe Biden, de president van Amerika, en Victoria Nuland, een belangrijke vrouw in de buitenlandpolitiek, die hebben letterlijk op tv voor Reuters verklaard dat ze die pijpleiding zouden onklaarmaken. Hè? Dus bedoel, er is bijna, ja, het is bijna klip en klaar dat Amerika verantwoordelijk is. Ze hebben het gewoon gezegd op tv. Ja, nou, dat zie je natuurlijk overal bijna in terugkomen. Ja. Het nieuws wat gehoord moet worden. Ja, dan vind worden. Ik altijd zo mooi als de burger het dan niet meer vertrouwt. Ja. Is de burger degene die niet te vertrouwen is. Ja. Omdat de overheid elke keer met nieuwe verhalen komt. Waarvan iedereen zegt, ja, ik weet het niet, het zal wel. Ja. En vervolgens, alleen al door die opmerking, word je alweer in een vakje geplaatst. Dat vind ik een hele foute manier. Ja, je hoeft soms ook alleen maar terug te kijken om hieraan aan dit verhaal te gaan twijfelen natuurlijk. Dat zag je ook bij de oorlog in Irak. Weapons of mass destruction waren een argument om die oorlog te beginnen. Dit wordt nu eigenlijk gebruikt als argument om de middelen, de financiële middelen, maar ook de wapens. Absoluut. Ja, het Westen en Amerika hebben eigenlijk deze gebeurtenis en deze trial by media. Poetin is het schuld, dus we moeten nog meer wapens die kant op sturen. Hebben dat al gecapitaliseerd in hun voordeel. Ja. Dus de oorlogsmachine is eigenlijk weer verder gaan draaien door deze gebeurtenis. Niks gebeurt voor niks. Ja. Ja, maar is dat niet de kern hier? Oké, je kan van mening verschillen over waar die moord vandaan komt, et cetera. Het wordt echt gebruikt, los van of de vraag of de waarheid vaststaat. Het wordt gebruikt door bestuurders als argument om de bankschroef aan te draaien in de richting van Rusland. Dat is evident duidelijk, ja. Ja, of de wapenindustrie verder te promoten. En het Europese leger verder te promoten. Ja, dat Want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Er is een incident, dus er komt een politieke actie. En dat is dat Europese leger waar natuurlijk iedereen binnen Brussel heel graag naartoe wil. Ja, Jeroen? Ja, je ziet het op alle, ik zou zeggen bijna op alle dossiers. Ik zeg wel eens, het is gewoon stratege overgevorderd. Hè? Want je pakt iets, je gebruikt iets dat in jouw voordeel is om daarheen te gaan. Ja. En dat zien wij natuurlijk in de landbouw ook. Er is altijd wel een bruikbaar rapport. Er zijn ook absoluut rapporten die het tegendeel bewijzen. Dat zal in dit geval ook wel het verhaal geweest zijn, maar daar hoor je niemand over. Er kwam nog een opvallend bericht naar buiten rondom Navalny, namelijk over de uitlevering. Dat zien we hier. Navalny vermoord omdat hij kandidaat was voor
gevangenenruil. Hoe zit dat, Flavio? Ja, dat kwam vandaag naar buiten door een dame die zich bezighoudt met de zaak van Navalny. Navalny zou worden uitgeruild met twee Amerikanen die in Rusland vastzitten. Tegen Vadim Krasikov, een Russische geheim agent die in Duitsland vastzit, omdat hij een Tsjetsjeen zou hebben vermoord in 2020. En wat er nu gesuggereerd wordt is dat Poetin om deze gevangenis of gevangenenruil te saboteren Navalny zou hebben vermoord. Mm. Het interessante hieraan is dat er twee dingen mank gaan. Ten eerste wordt overal in de media stellig beweerd dat Poetin een dictator is, een alleenheerser die alles beslist. Maar op het moment dat er zoiets als dit gebeurt, dan wordt er weer heel makkelijk geswitcht van de positie van Poetin. Want dan is het kennelijk zo dat hij Navalny zou moeten laten vermoorden, omdat er buiten hem om een gevangenenruil plaatsvindt. Dan zou hij daar blijkbaar geen grip op hebben. Ja. Nou, dat staat haaks op zijn dictatoriale positie. Maar daar wordt dus heel makkelijk ineens mee geswitcht. Dus dat vind ik al heel opmerkelijk. Daarnaast is het ook nog eens zo dat Poetin totaal geen belang heeft om Navalny te vermoorden. De man representeert in Rusland 2% van het electoraat. Is dus eigenlijk helemaal geen gevaar voor de verkiezingen die eraan zitten te komen. Zijn dood zorgt ervoor dat Poetin buitengewoon onsympathiek wordt gevonden. Dus hij heeft daar helemaal geen belang bij. Hij is na het interview met Tucker Carlson ontzettend populair geworden, ook in heel veel landen buiten Rusland. Dus het idee dat Poetin hier garen bij zou spinnen is precies andersom. Je ziet dus dat de oorlogshitsers het gebruiken om Poetin verder te demoniseren. Maar ben jij er dan van overtuigd dat Poetin of dat Navalny niet vermoord is door Poetin? Nou, daar moeten we gewoon heel terughoudend in zijn. We weten het niet. Kijk, net zozeer als dat we niet klakloos moeten geloven dat hij vermoord is, moet je ook niet klakloos geloven dat het niet zo is. We moeten daar gewoon terughoudend in zijn. Maar om Poetin of het Kremlin automatisch aan te wijzen als schuldige, vind ik echt een wanprestatie van de journalistiek. En dat is wat ik vandaag wilde aantonen. De bekentenis of de informatie die naar buiten is gekomen, die laat dat zien dat er nog heel veel te onderzoeken is en dat enige terughoudendheid van de media op zijn plaats zou zijn. En dat we zeker moeten waken om niet deze verschrikkelijke oorlog nog verder op de hits. Helemaal omdat het wordt gebruikt als instrument in het opvoeden. Ja, we hebben hier een verantwoordelijkheid nu ook. Hè? En dat betekent niet dat je informatie moet achterhouden, maar je moet wel zorgvuldig zijn. Bij deze. Dankjewel, Flavio.